Everybody get up. Blauwtjes, het is vandaag dinsdag 26 augustus en het is 9:30. Ik ben al wakker van 8:45. Ik heb me net aangekleed. Opgemaakt moet ik nog doen. Ik heb weer een vlecht gemaakt en ik heb pas mijn haar gewassen, maar het is weer vet. Dus daarom heb ik nu een vlecht en ga ik ze vanavond wassen. Ik ga nu ontbijten en dan zie ik jullie s'avonds. Doei! Hey vloggetjes, het is 10 uur. Ik ben op Facebook en even aan het kijken of ik nog wat vooruit kan werken. Maar volgens mij heb ik alles gedaan, want ja, 28 augustus is mijn school story tag, heb ik al opgenomen. 29 augustus back to school, ik heb ook al helemaal opgenomen. 30 augustus dat ik van school ga veranderen, heb ik gisteren opgenomen zoals ik zei. Ja, 31 augustus komen de bloopers online. Die wat ik tot nu toe heb ik ook al bewerkt. En als ik al mijn bloopers heb, als ze nog gaan komen, zet ik ze allemaal samen. Dus ik ben gewoon helemaal klaar met vooruitwerken. Ik heb gewoon alles al voor eind augustus. Want ja, vlogs kan je natuurlijk niet meer vooruitwerken. Want je filmt telkens per dag. Ik kan nu niet gaan filmen wat ik morgen ga doen. Dus ja, ik zit echt helemaal bij. Heel erg blij dat ik alles al gedaan heb. Want als ik nu nog alles moest doen, ja, dan had het heel lang geduurd. Mijn mama is nu even naar de winkel. Het is echt zo slecht weer. Ik zal daar nu laten zien. Want het lijkt alsof de zon schijnt. Want ik heb altijd licht op mijn raam. Het is wel fijn, ook voor video's. En ja, ik ga dus daar mijn busiepas halen als mijn mama terug is van de winkel. En ja, dan neem ik jullie natuurlijk mee. Doei! Kijk, het is zo van die dunne regen, maar ik zie dat je het niet goed ziet op camera. Dus ik ga even het raam open doen. Je hoort het zelfs niet. Kijk, alles is nat. Oh, wat een zeik weer. Echt heel normaal niet fijn. Zeker niet voor video's, dus ik ben blij dat ik de back to school look al heb opgenomen, dat je de make-up goed ziet. Hey vloggetjes, het is 9:50 en ik zit in de auto. Ik ga nu mijn busiepas halen. Hey vloggetjes, het is 10:40 en ik heb mijn busiepas. Hoe ziet het eruit? Ja, ik denk dat je tenminste al weet hoe een busiepas eruit ziet. En ik ben nu terug op de weg naar huis. Hey blogjes, ik ben thuis en het is 11 uur. En zoals jullie zien heb ik 3 portefeuilles. Deze ja, gebruik ik altijd van Guess. Die gebruik ik naar plekken waar een portefeuille snel gepikt wordt. Ja, en dan die is nog niet zo erg. Omdat ja, die is natuurlijk chiquer. En die neem ik mee als ik een klein tasje bij heb. Die is gewoon makkelijk om erin te duwen. En ik ga ze nu helemaal uitmesten en dan alles terug organiseren. Wat ik eerst ga doen is uit elke portefeuille alles halen. En ik begin met deze kleine. En als ik hem open doe, zie ik dat er niks in zit. Dus ik hoef hem natuurlijk ook niet leeg te maken. Dan ga ik verder met deze. En daar zitten denk ik wel een aantal dingetjes in. Zometeen laat ik even alles per categorie. Deze is ook leeg. Als laatste mijn portefeuille dat ik altijd gebruik, ga ik ook volledig leegmaken. Pasjes, bonnetjes, alles eruit halen. Voilà. Dan in de rits even kijken, daar zit ook van alles. Cinema kaartjes. Voilà, nu zijn al mijn portefeuilles leeg en dit is wat in alles zat. En ik ga nu even mooi ordenen. Oké, ik heb alles geordend en dit is wat weggaat. Iets van een Luna Park waar ik niet meer speel. Een giftcard wat ik al gebruikt heb. Ik weet ook niet waarom ik die wil bewaren. Deze had toen ik mijn portefeuille pas kocht, die mag ook weg. En zelfs nog een cinema ticket, die ja, mag ook weg natuurlijk. En dit zijn nog dingen van Luna Parken, wat ik wel bewaar, mijn punten en klantenkaartjes. 2 jetonnetjes voor de botsauto's, een kaartje voor de Big Swing, mijn gewone pas, nog een pasje van mijn oude school, maar die wil ik wel ook bewaren, en mijn bibliotheekpasje. En dan ga ik nu alles in de portefeuilles doen. Oké, ik heb ze allemaal opgeruimd en ik zal beginnen met het kleinste portefeuilletje. En hier zit niks in, want hier duw ik meestal gewoon wat kleingeld in als ik iets ga kopen ofzo. Dus deze is leeg, die was ook al leeg. Dan in die van Kipling heb ik dingen gedaan wat ik niet vaak gebruik. In de voorste rit
zitten twee jetonnetjes van de botsauto's en nog een kaartje voor de Big Swing. En in het grote schap heb ik mijn oude pasje van mijn school geduwd, want die heb ik toch niet meer nodig. En al mijn Luna Park punten en klantenkaartjes van een Luna Park. Want dat gebruik ik ook niet altijd natuurlijk. En dan mijn grote portefeuille, wat ik mee naar school ga nemen, daar duw ik mijn pas in. Mijn bibliotheekpasje, dat is altijd wel handig als ik even een boek moet gaan halen voor school of zo. Mijn busypas heb ik hier gestopt. En in de rit zit niets. Maar als ik dan naar school wat geld meeneem of zo voor iets te kopen, duw ik dat hier. En zo, nu heb ik al mijn portefeuilles opgeruimd. En ja, het leek me gewoon leuk om jullie dat te laten zien. Hey bloggetjes, het is 12:05. Ik ben op Facebook en ik wil jullie dit even laten zien. Ik heb al volledig de vlog bewerkt, waar ik nu aan het opnemen ben. Vlog 53, want ik heb al 4 stukjes gefilmd. Ik denk ik vlog nog even, want het was al een tijdje geleden. Ik ga bussen met mijn zus en mijn mama. En ik zeg wel dat ik het ga doen. Wat is het eigenlijk? Zo zien de kastjes eruit. En we gaan robotten spelen. Het is heel erg fijn. Hey bloggetjes, het is 13:50 en ik zit in de auto en het is heel hard aan het regenen. Ik vraag me af of het nog wel zomer is eigenlijk. En ik ga nu naar Sophie en dan zie ik jullie straks. Doei! Hey bloggetjes, het is 10:10. Ik ben terug van Sophie al van 9 uur. En ik heb me net gedoucht. Ik ben een ASMR-video van Marsha aan het kijken. Zo zalig. En als die gedaan is, ga ik een spel spelen met mijn zus. Een gezelschapsspel. En ik ga mijn vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En dan zie ik jullie morgen weer. Doei!